Nou Saskia, welkom bij Compaan. Adviseer strategie, innovatie en technologie bij Zorgbalans. Maar wij kennen elkaar natuurlijk al super lang, hè? 10 jaar. Ik weet het nog wel, soms schrik ervan. Ik is dat alweer 10, 11 jaar. Wij zaten met kantoor op Schipholpoort en mijn collega van ICT, ik mag zijn naam denk best wel noemen, Wouter. Die kwam naar me toe en die zei, ik heb een kennis en die heeft iets gemaakt met een tablet. Zou jij daar eens naar willen kijken of het potentie heeft voor jou of voor ons, voor onze cliënten? Dus zodoende hebben wij toen een eerste afspraak gemaakt. Klopt, ja. Ja. En dat is 2013, ja, dat klopt, is wel echt heel lang. En toen zei ik als eerste, hè, zei ik van joh, kijk eens, dus, tablet en dat willen we zo maken. En volgens mij in de loop van de tijd ben ik 2, 3 keer bij jou teruggekomen van goh, we hebben weer iets nieuws bedacht. Hè, een houten lijst eromheen of die knoppen. En jij gaf daar dan feedback op. En dus, je hebt echt meegeholpen eigenlijk aan, aan het bedenken van de Compaan destijds. We hadden al wat trainingen georganiseerd. Omdat we zagen dat mensen het lastig vonden om met een tablet om te gaan. En omdat mensen het lastig vonden om met een mobiele telefoon om te gaan. Ja. En bij ons werkte toen Thomas. En Thomas had ook heel veel plezier in. Heel veel plezier en heel veel enthousiasme. Ja. Gaf hij die trainingen. Dus we hadden wel al een beetje kijk op hoe dat eraan toe ging. Ja. En dus toen jij kwam met het idee, gebaseerd natuurlijk wel op, en dat vind ik altijd het mooiste, als het voortkomt uit een eigen ervaring. Hè? Als je niet zomaar iets bedenkt. Hè? Nee. Maar dit was echt een gedreven idee. Ja. En ik denk altijd als je bij zoiets, bij zo'n vraag en zo'n behoefte begint. Ja. En erin gelooft, dan heb je ook een ander gesprek. Ja. Maar dan heeft het ook veel meer potentie. Ik weet dat me er wel bij blijft. Ja. Maar wat dacht jij op dat moment, hè, toen je mij daar als... Want ik kwam uit de IT. Ja. Hele andere wereld dan de zorg. En je zag mij en ik, wat moet jij gedacht hebben in die tijd? Ja. Nou, ik weet wel dat we een aantal keer dat ik echt even dacht, nou, wacht even, dit kun je niet verwachten. Je bent terechtgekomen in de zorg, dit is niet de wereld van de telecom. Dus ik weet dat we vooral, dat ik jou af en toe even op de rem moest trappen, omdat je dacht, ik begrijp niet waarom dit nu nog niet gebeurt. Of ik begrijp niet waarom dit allemaal zo stroperig is, of waarom moeten al die mensen daar iets van vinden. Daar heb je echt enorm over verwonderd. Dat klopt, ja. En als het even botste, dan was het vooral daarop dat ik dacht, ja, maar zo snel gaat het niet. Nee, dus ik heb geleerd geduldig te zijn met de zorg, inderdaad. Ja, precies. Ja, precies. Ja. In het begin was het inderdaad veel op welzijn. Maar op een gegeven moment mochten we ook voor de zorg, 2015. Ja. Toen was Anja Schouten was toen bestuurder en André Brandt was directeur wijkzorg. En je had een sessie en je vertelde over technologie. En er stond iemand op uit de wijk. Althans, dit verhaal herinner ik mij zo. Ja. Die zei van, goh, maar in de wijk heb ik 2 cliënten. Die hebben alle 2 zo'n tablet met zo'n houten lijstje eromheen. En die zijn er heel happy mee. Kunnen wij daar niks mee? Ja. En toen zei jij van, ja, maar wacht even. Die mensen ken ik. Dat is, en toen mochten wij bij André Brandt op kantoor komen. En toen kregen wij uiteindelijk de eerste zorgorganisatie die dan ook Compaan wilde gaan doen. Bestelde toen 20 Compaanen. Nou, wij waren als een kind zo blij, hè? 20 Compaanen, kijk nou. Jullie hadden toen een financieel directeur, Jelle. En Jelle die zei toen tegen mij van, alles goed en aardig, dit ziet er goed uit, we willen dit graag gaan doen. Maar de vorige meneer die technologie kwam verkopen, die kwam hier voorrijden in een hele dikke Porsche. En luister, dit is zorggeld, dat gaat niet naar dure auto's. Dus ik wil nu weten, voordat wij iets kopen van jou, wat voor een auto rij jij? Toen moest ik Jelle op de parkeerplaats met een oude Volvo aanwijzen. Anders weigerde hij de overeenkomst te tekenen. En toen dacht ik, aha, dus zo werkt het zo in de zorg. Ja. Want dat is wel, als ik terugkijk over de periode met Zorgbalans. En jij bent daar eigenlijk de exponent van voor ons. Het was altijd samen dingen bedenken. Ja. Uitproberen. Ja. En dan... Ja, fine-tunen als het ware, om dan tot het uiteindelijke te komen. Ja, ja. En kun je ook de coronatijd nog even? Ja, want toen hadden we heel snel metisch weten over getrokken. Ja, ja. Toen hadden we heel snel gezegd van... eigenlijk had het ziekenhuis gaf natuurlijk heel snel aan, want de bedden liggen vol en eigenlijk kan niemand naar huis. En toen zeiden we, ook in overleg natuurlijk, hebben met elkaar gezeten, we hebben al een systeem wat onze cliënten heel makkelijk kunnen adopteren.
laat ons dan dat bij de mensen thuis inzetten. Ja. En dan kunnen we op die manier die meetwaarden volgen. En daarbij kan de huisarts toch een oogje in zeil houden. En kunnen mensen wel eerder het ziekenhuis verlaten. Inderdaad, ja. Het is in een rap tempo gegaan. Ja. En ik denk dat het ook wel te danken is aan het feit dat Zorgland zo echt een cruciaal besluit genomen heeft. Om er toen echt ook een apart team voor te maken. Ja. Wat in de wijk bij de mensen langs ging, maar wat ook dus tegelijkertijd die monitoring op afstand op die manier kunt doen. Ja. En een medewerker van onze, die was er ook heel erg gedreven in, ook altijd goed bezig om die sets weer klaar te maken, set weer uit te brengen naar de eerstvolgende. Ja, want dat was niet alleen een compaan, er zat een saturatiemeter bij, bloeddrukmeter, glucose hadden we toen ook, of temperatuur denk ik. Temperatuur en we hadden, en sommige meetwaarden hadden natuurlijk een gewicht dat iemand kon iemand zelf, hè, dus dat hoefde niet mee. En weet je, en dat staat mij heel erg bij, dat jij toen bij ons op kantoor bent gekomen op een gegeven moment, mocht vast helemaal niet, maar dat deden we gewoon, dan kwam jij een taart brengen in de coronatijd. Ja, wij zaten toen echt met, nou, want onze tong liep op de vloer, hè, want we moesten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ja. En toen kwam je op een gegeven moment een hele grote, echt zo'n grote taart kwam je toen brengen vanuit Zorgbalans van joh, jongens, volhouden. Ja. Dat weet ik ook nog dat je dat toen deed. Dat is echt wel voor jullie cruciaal anders. Het is een hele bijzondere tijd geweest. Ja, toen gingen we in één keer de versnelling in. Ja. En in één keer kon alles. Ja. En iedere zorgorganisatie die voorheen niet wilde met technologie in de zorg, in één keer moesten ze wel als het ware. Ja. En alles werd vloeibaar. Ja. Dus dat geduld wat ik eerst had aangeleerd, kon ik toen weer afleren. Want toen was het geduld aan de andere kant nog niet, kan ik me herinneren. Ja, toen hadden we ook boze zorgorganisaties. Die zeiden, maar we moeten vandaag 100 companen hebben. En hoezo kan dat niet? De tablets werden ook niet meer geleverd. Hè? We hadden overal tekort. We haalden ze uit alle hoeken en gaten. Ja. We waren op een gegeven moment dozen met tablets uit Italië, uit Polen. Dat was echt overal kwamen ze vandaan. Dat was echt heel bijzonder. Ja, nou, mooi. 10 jaar compaan, hè? Inmiddels, we begonnen met meneer Van Kuijeren als eerste klant. Inmiddels ontelbare gebruikers gehad, hè, met elkaar. Ja. Vanuit servicepaspoort in het begin, particulier klanten, daarna welzijn. Nu veelal zorg, hè? Echt mensen in de wijk. Ook de GRZ, hè, wat we inmiddels samen doen. Echt super bijzonder hoe we dat met elkaar doen. En het bijzondere is waar we het voorheen met elkaar hadden, en dat is natuurlijk ook de weg die wij samen afgelegd hebben, van goh, hoe moet zo'n tablet eruit zien? Hebben we het nu over die ECD-koppeling, moet die nuance hebben, en dat team moet dan zo, met die rechten, en dan moet die klant dat kunnen. Dus wat dat betreft zijn we echt een lange weg gegaan. Ik dacht in het kader van zo'n lang bestaan, denk ik, moet ik toch nog eens even spitten. Ja. Dus ik heb ook, denk ik, de eerste magazines wel teruggevonden. Die waren van Servicepaspoort in najaar, winter 2014. 14, ja. En, toen waren we net een half jaar op de markt. Ja, dit is een van de eerste interviews in de artikelen die we in het blad geplaatst hebben. En daar staat Thomas ook heel leuk op de foto. Ja. Maar het ging ook inderdaad over dat je ermee kon beeldbellen. Wat de familieomgeving kon betekenen. We hadden ook echt nog wel aanbiedingen samen afgesproken. Om onze cliënten het gemak van de compaan te kunnen aanbieden. Met name in het particuliere domein zijn we begonnen. Dat was toen waar we dachten dat het, dat het zou zijn. Dat het eerste zou betekenen. En in de eerste interviews ook van hier mevrouw Smit. Ik denk, mag aannemen, dat doen we altijd fictieve namen. Maar dat het een geschenk was uit de hemel. Want zij stuurt met de kleindochter in Ghana berichten. Oh, deze kan ik me ook herinneren. Ja. God, ik kan me die mevrouw zo voor de geest halen. Soms dat bibberen, dat potloodje ook helpend is. Ja, ja. Ik kan me deze mensen heel goed herinneren inderdaad. Ja, ja. Leuk. Nee, dus we hebben mooie dingen gedaan, maar we zijn er nog niet. We zien ook nog veel kansen. Hè. Dat is wel, nou, we gaan nog 10 jaar door. Precies. Doen we.